Dat is de kerk van Donover. En de donkere wolken, die pakken samen. En ik hoop dat het mee gaat vallen. Want ik ben niet heel erg op regen gekleed. Maar we gaan het zien. Hier gaan we door de oude tunnel. De oude tunnel. Tegenwoordig een wandelpad. En een fietspad. Nou, mooi toch. Ja, zo ziet de oude spoortunnel er dan uit. Zo. En dit is nog verlaten. Nee, ja, hè. Ik daar nog. Het is hier best iets te curieus. Dit zijn de oude kasteelmuren. En die gaan er naadloos over in de middelbare school. De lagere school, weet ik wat het is. Nou, dat is toch mooi. Gewoon leuk gemaakt, vind ik. Nou, er hangt een mooi kokkenspel aan het raadhuis. En we lopen nu het centrum van Donover. Met mooie gekleurde huisjes. En we gaan het meemaken verder. Kijk daar. Ook een mooie gekleurde huisjes. Het lijkt wel. En hier voor het raadhuis staat natuurlijk een mooie fontein. Hè. Het water ziet er wat groenig uit. Ik zou het niet direct gaan drinken. Maar och, Maria waakt erover. Nou, dit is het klokkenspel van het raadhuis. En daar hebben we hartstikke mooie geveltjes. En hele mooie gekleurde pandjes. Ook aan de andere kant van de straat. Dit gaan we zo zien. Zo. Het zijn de mooie geveltjes van de andere kant. En hierboven hebben we nog een heel mooi torentje. Met een schitterend dak. Even we dadelijk van de andere kant om wat beter in beeld te krijgen. Kijk, dat is het oude danshuis. Met een mooie uithangbord. En dan hebben we zo'n mooi zicht over de gekleurde pandjes. Ja, dat is de adelaar. De Rijksadelaar. Die waakt over de stad. De Rijksstad Groene. Ja, het gebouw ziet er heel modern uit. Maar het is toch een pandje uit 15 zoveel. En kijk hoe ver we in kunnen zoomen. Dit is vroeger pleeghuis uit 1537. Kijk. En dan kom je de hoek om. En dan kom je bij deze prachtige kerk. En een hele mooie toren. En aan die kant de kloostergebouwen. Ik weet niet of we erin kunnen. We zullen eens gaan kijken. Kijk. En dan is de bepaald geen onaardige kerk. Voor. Maar hij is leeg. Dus het is niemand anders dan het leider zijn. Moet je eens kijken wat een prachtige zijpanelen. Het is wel nog donker wel hier. Kijken of er wat opkomt. Mooi weer.
heel indrukwekkend. Dat ze dat toch wel allemaal gemaakt hebben. Kijk. Prachtig preekgestoelten. Een urinal. Nou. Mooi toch. Ja. Er staan een paar vaasjes zo mee. Nou, dat is wel een mooi kruis. Ach ja. In andere kerken staan dat soort dingen achter slot en grendel. Maar hier staan ze gewoon open en bloot. De oude wachttoren. Nu zit er de Alpenverein in. En dan lopen we langs de oude huisjes. Uit de 15e eeuw. En het was de kazerne. Dus hier zaten de soldaten. Het is inmiddels wel gaan regenen. Maar dit is het oude gedeelte van de stadsmuur. En dan moeten we onderdoor. En dan komen we zo bij de Donau. Hier niet meer hoor. Maar straks wel. Nee, dit is niet de Donau. Kijk hier wel. De oude stadsmuren. En nou, dit is dat spel. Ik wil verder lopen. Kijk, hier hebben ze nog kerstbomen staan hoor. Op de mooie toren. En daar is een oude stadspoort. Daar gaan we onderdoor lopen. Nummertje 17 op het kaartje. Das ist schön. Kijk, dat is het mooie pleintje. En daar zijn de oude stadsmuren. En dat is het poortje. Laten we eens kijken langs de stadsmuren. En daar ginds. En ik had het beloofd, ik zou nog even een mooie opname maken van die mooie kerktoren. Daar is hij dan, hè. Het lijkt alsof we dus naar de zoek willen, maar het is niet zo. Dan is die even zoek met zakjes. En ik heb zoek met spacer. Maar het verschil is hier niet. En we gaan verder met het hoofdgerecht. Een cordon bleutje voor Annie. En een kerkersnoep voor mij. En die heb ik speciaal gekocht, omdat de rustie er nog niet bij zit. Ik ben verzocht op rustie. Ik ben verrust op rustie.